zit met dat trekken. En toen kon hij het gewicht niet onder controle krijgen. En toen ging hij hurkzittend wandelen. En dat was niet goed voor zijn enkel. Maar dat is ook weer lang geleden. 175 kilo. Voor Edgar Kvorian. De Armenier. Eén internationale wedstrijd achter zijn naam staan. Deze 26-jarige Armenier. Dat is verleden jaar. Chiang Mai. Wereldkampioenschappen. Toen trok hij 167. In het algemeen klassement werd hij 20ste. Dus hij stelde tot op dat moment internationaal eigenlijk niet veel voor. En hier komt hij heel goed uit de verf. Maakt een grote progressie door. Die telt 175, heeft de leiding. En dan moet die Koletsky van goede huizen komen om dit onderdeel te winnen. Als ik nou naar de staat van Koletsky krijg, dan heeft hij verleden jaar op de EK. Die Koletsky die is regerend Europees kampioen. Die is hier zijn titel aan het verdedigen. Die trok verleden jaar 177. Maar een paar maanden later op de wereldkampioenschappen kan hij niet verder dan.